Zo, welkom Jimmy. Jimmy Jansen in de podcast Levenskracht. Leuk dat je er bent. Same man, leuk om hier te zijn. De tweede keer dat we elkaar zien. Ja. Dat was in januari toch, het ademconcept? Donderdag 19 januari. Donderdag 19 januari. Ja. Ik denk dat dinsdag 17 januari Gerber Roosing, een goede vriend, naar mij toe kwam van, hey, heb je zin om mee te gaan ademen bij Jimmy? En toen legde ik opeens wat linkjes van, hey, Jimmy, dat heb ik wel eens wat vaker van gehoord, van Joep Rovers en Jeroen Bouwman, et cetera. Dus toen ging ik mee ademen en ademen met Jimmy. En wat een avond was dat. Vet. Zo, wat een avond was dat. Hoe kijk je er zelf op terug? Ik wou je eigenlijk bijna de vraag stellen, hoe was het voor jou? Het is heel leuk, want het is een heel goed vriendinnetje van mij, die ook in mijn team zit, die liet me dat zien van, hey, we willen je die jou teruggeven, weet je wel, wat we ervaren hebben. Want voor mij is de ervaring natuurlijk zo anders. Ik weet hoe een ademsessie is en ik heb zo mega veel geademd. Maar echt een concert ervaren of een ademconcert ervaren, dat, hoe is dat? Ja, geen flauw idee. En laatst dan toevallig wel dat het een keer gebeurd is. Maar de ervaring van iemand die geweest is, die is zo gigantisch waardevol. Dus ik wou bijna die vragen terugstellen. Ja, ik kan hem beantwoorden. Het was, dus ik was met Gerben en Anneloes daarheen, zijn vriendin. En ik dacht, nou, ademen met Jimmy. Maar het was zo'n bijzondere avond. Het begon bij mij al dat ik daarheen kwam en opeens mega veel bekenden zag. Die boys van Werkatleet waren de Jeroen en Keanu. Ik spreek zijn naam altijd verkeerd. Keanu. Ik spreek zijn naam, ik heb er altijd nog moeite mee. En die boys van Lekker Ademen, Rens en Ruben waren er. En het was opeens zoveel bekenden. Wat met meest is bijgebleven, dus ik lag, we begonnen met ademen en ik lag daarnaast Gerben. En een van de eerste dingen wat jij zei van adem is leven en adem geeft levenskracht. Oh. Herinner je dat nog of niet? Nee. Ja, dat was echt vet. En wow. Toen dacht ik, deze man, volgens mij gebeurt hier iets. Wow. Want ik vind dat heel vet. En natuurlijk, levenskracht is gewoon een woord, een Nederlands woord. Maar ik vind het gewoon heel vet als mensen dat woord gebruiken. En dat was letterlijk een van de eerste dingen wat jij zei. Adem is leven. En adem geeft levenskracht. En toen pakte Gerben ook zo mijn hand vast van, yo, what the fuck. Wow. Ja. Wow, wat vet. Ja, dat was heel vet. Maar ik kan me voor jou helemaal voorstellen. Want het is een woord, want het is heel grappig. Want jij nodigde mij uit. En toen zei je ook van, yo, podcast levenskracht. En toen dacht ik van, hey, wat een vet woord. Maar het is niet een woord wat ik gauw zou gebruiken. En nu zeg je mij dat het dus iets, een woord is dat ik gebruikt heb. Ja. De eerste keer dat ik elkaar zien. Vet. Ja. Want Jimmy, voor de mensen die luisteren, we zijn gelijk lekker aan het praten. Zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Ik ga eerst antwoord geven op je vraag. En dan ga ik hier zeker op verder. Maar dat concert, man. Ja, ik heb echt er een week over gedaan om weer terug te komen. Om weer niet eens te snappen wat er gebeurd is, want dat lukte niet. Daar had ik echt verhalen van anderen voor nodig en de ervaringen en mijn team. En maar zo in tweeën gedeeld worden naar zowel ademcoach als de muziek daar zelf maken. 100 man. Dat was misschien ook wel de eerste keer. Misschien eerder wel grotere groepen gehad. Maar 100 denk ik dat ook wel de eerste keer was. Dus zeg maar gewoon al die dingen tegelijk en de aanloop erheen. En 14 petten opgehad richting het concert. Die werkdag begon om 19:30. En toen moest om 19:30 s'avonds nog het concert beginnen. Dus het was gewoon een dag. En zo'n dag die ook nog eens een keer heel erg lukte. Dat ik op een gegeven moment achter die piano zat. En van tevoren dacht, hey, ik heb niet eens oefentijd gehad. En daar zat en noten hoorde. Ik dacht van, ik zit er lekker in. En dat herken ik wel, weet je wel, van ook van voetbal vroeger, van doe mij maar die potten die echt ergens over gaan. Dan ben ik echt op mijn best. En dat was er ook nog, zeg maar, los van alle magie die daar was en ontstond. En al die mensen die daarop zijn gekomen. Magisch. En dan terug naar je vraag van wat kan ik over mezelf vertellen. Ik ben maar gewoon dit wereldje terechtgekomen, omdat ik de adem al jaren toepas. En mijn coach tegen mij zei na 6 jaar, we waren inmiddels een beetje vrienden en hij woonde op Ibiza en ik ben er langs geweest. En
dat hij zei van, hey joh, ik ga je opleiden. Dat dacht ik, goed moment, denk ik. En de rest is geschiedenis. En ja, over die geschiedenis is... er is veel gebeurd in 2 jaar. Er is zo ongelooflijk veel gebeurd in 2 jaar. Ja. Want je, als we daar even terug op... een soort van een stap terug in de tijd nemen. Je hebt een master in rechten aan de universiteit gedaan. Ja. Wat van Jimmy was dat toen, die opleiding deed? Ja, nou, we hadden hier in het voorgesprek even over... in de schoolbanken hangen. Ik was wel echt die guy die in die schoolbanken hing, zeg maar. Ik zat hem een lang gezicht. Ik was 17 toen ik van de middelbare school afging. En mijn grootste droom was altijd profvoetballer worden. Die was een beetje in duigen, maar ik zat nog steeds wel gewoon daar een beetje tegenaan. En was ook de stap die ik maakte van jeugdselectie bij Elinkwijk naar top van de amateurs bij Hilversum. En daar stiekem een beetje geld voor krijgen. Dus dat was een beetje de focus. En ik bleef ook gewoon thuis wonen bij mijn ouders in Hilversum. Dus ik ging gewoon studeren. Ik wilde naar Amsterdam, ik wilde naar de Oude Mannenspoort. Dat wist ik gewoon, vond ik vet. En wat ga ik dan studeren? Ja, boeit me echt eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon iets studeren. En iets waar ik straks alle kanten mee op kan. Want ik heb geen idee wat ik later wil. Dan maar rechten. Zo ging het letterlijk. En ik dacht wel, als ik nu niet ga studeren, doe ik het nooit meer. En ik wil naar de universiteit. Dat waren eigenlijk de dingen die ik wist. Maar bij mijn hart zitten en daarin voelen wat ik waar ik gepassioneerd over ben. Ja, dat was, daar was ik te jong voor. Zo. En wanneer, ik liet je toevallig in het voorgesprek ook de piramide van Beetsen zien. Dat ging een stukje over zin geven, over passie, over de dingen doen wat jij belangrijk vindt. En een soort van erachterkomen wie jij bent. Wanneer was dat moment voor jou? Nou, dat is grappig, want dat is eigenlijk tweeledig, denk ik. Want het is dus stiekem altijd al geweest. Alleen is dat waar ik altijd zo mijn best heb gedaan om het weg te stoppen. Een van mijn beste vriendinnetjes zegt nog wel eens van, als we het hebben over vroeger en over niet met elkaar aansluiten in de puberteit. Omdat ik gewoon niet bezig was met elkaar zijn of spelen of fikkie stoken. Of ik was gewoon die serieuze guy die ook aan het voetballen was en thuis was in de thuissituatie die er toen was. En daar was mijn aandacht nodig, vond ik. Maar zij zegt van, jij was al 53 toen wij nog 13 waren. Dus ik denk dat die zingeving of dat stuk er altijd wel geweest is. Maar het moment dat ik daar bewust mee in aanraking kwam, dat gebeurde, ik denk, ik moest echt in elkaar pleuren. Ik denk dat ik 7, 28 was of zo. Dat ik een fysieke blackout kreeg toen ik met mijn toenmalige vriendinnetje over straat liep hier in Amsterdam. Op een zondag en gewoon opeens, ik moest stoppen met lopen en kon niet praten. Ik was er wel nog, maar dat duurde wel een paar minuten voor ik wat kon zeggen, zeg maar. En toen is het een beetje begonnen. Liep je toen op het verkeerde pad? Ja. Ja, kijk, we hebben elkaar ontmoet op mijn pad. Ik denk dat ik dat mag durven zeggen. En op dat moment had ik rechten gestudeerd. Was al een tijd klaar. Had mijn eigen sokkenmerk. Was heel erg bezig met de stad. En wat de stad van me vond. Ik was op 5 openingsborreltjes per avond. Weet je wel, gewoon dat. Ja, en dat is wel veranderd. Want ik vond het mooi. Ik heb in een eerdere podcast heb ik jou horen zeggen dat je op een gegeven moment kreeg volgens mij een hersenschudding. En dat je toen de stad uit moest. En dat je bij wijze van spreken dat een moment voor jou was dat het oké was dat je helemaal niks hoefde en niks was, bij wijze van spreken, want je kon niet zoveel en daar juist oké mee was. Oh man, ja, ik krijg kippenvel van als je erover praat. En inmiddels, door het werk denk ik ook, of wat het ook is, maar mijn lichaam doet mee als er iets moois is of als iets klopt. Maar dit is voor mij wel. Ik heb hier op mijn borst heb ik een vierkant wortel staan. En daar staat, moet ik het goed zeggen, de wortel van 4.068.289. Dat is 2017. Okay. En 2017 is een priemgetal. En 2017 is altijd een beetje mijn geluksgetal geweest, ook een priemgetal. En 1 plus 7 is 8, whatever, cijfers. Maar 2017 was het jaar dat die hersenschudding gebeurde. En hoe die alleen op plaats vond, was al
niet voor te stellen. Want ik had toen een mega drukke periode. Ik was toen net klaar met mijn psych. Want wat ik vertelde over die blackout was denk ik half 2014. Anderhalf jaar op zoek geweest. Na een jaar kwam ik op een retraite terecht. Geademd bij Tommy. Dat was voor mij echt mindblowing. En toen op een gegeven moment ben ik het gewoon een circuit ingekomen bij psychiater, psycholoog. Fantastisch was dat. Fantastisch traject ook. Ook niet hoe het normaal zou zijn gegaan. Maar toen was ik daar klaar. En toen was ik ook gewoon veel aan het werk, veel in de stad. Nog steeds wel bezig met feestjes en drank en dingen eromheen. En toen zei ik, 4 februari is het klaar. En toen kreeg ik mijn hersenschudding op Voerveld op 4 februari. Ja, dat... Ja. Dus toen mocht ik de stad uit. Toen mocht ik vrienden worden met mijn bank. En toen kwam net volgens mij in april begon Heineken met 0.0. En ik dacht, kijk, ik ben de grootste Heineken 0.0 ambassadeur nu. Omdat dit is wat ik nu, wat ik doe, wat ik kan. Die hersenschudding was bijna voorbij. En toen dacht ik op een gegeven moment zo van, kreeg ik een paar weken tijd, 6 keer of zo, kreeg ik zweethandjes. Was augustus was het toen. Ik stond hier op het voetbalveld, was eindelijk weer een beetje fit. Toen dacht ik, er gaat toch niets raars gebeuren met mijn rechterknie. En toen, denk ik 6 keer is dat gebeurd. Die dag ervoor heb ik het nog over gehad. En toen augustus, dus ergens richting eind augustus, scheurde dus de kruisband van mijn rechterknie af hier op het voetbalveld. Toen dacht ik helemaal van, wat gebeurt hier? Weet je wat? Ik mag nog verder het leven uit waar ik ben dan, denk ik. Of nog meer stilstand of nog meer rust. Of ik vind het moeilijk zeggen, zeg maar, dat er een reden is die buiten je ligt. Weet je wel, van een soort van dat er iets is wat groter is dan jij, dat iets voor je bepaalt. Dat, ik weet niet of ik daarin geloof. Wat ik wel geloof is dat er is een gebeurtenis en daar doe je iets mee. En wat het mij heeft geleerd is gewoon dat ik naar binnen mag. En dat het oké is. En dat het daar veilig is. En dat het daar veilig is omdat je het er veilig kan maken. Zodat ik een beetje in je verhaal hoor van oké, je liep wellicht niet op het juiste pad, maar er waren verschillende gebeurtenissen, et cetera, wat uiteindelijk maakte dat je jezelf afvroeg van oké, maar wat is nu mijn pad? Dat je daar bepaalde keuzes in hebt gemaakt. Ja, ja, en die ontstonden ook of zo. Eigenlijk is elke keuze die ik heb gemaakt, is er eentje die zich aandiende of die er opeens was. Ik ben Spoken Word begonnen omdat ik mijn laptop openklapte eind 2015... en dacht dat ik zou gaan werken, maar ik opende Word en ik ben een spoken word gaan schrijven. Ik kan het je niet uitleggen. Anderhalf jaar daarvoor zei iemand op een presentatie die ik gaf over mijn sokken tegen me, ken je spoken word? Dat moet je gaan doen, man. Dus ik heb haar gelijk een bericht gestuurd. En nu is ze eens, sinds 2 jaar, dagmarenheid, ze is een van mijn beste matties in korte tijd geworden en gaan we iets van een compagnonschap beginnen in de adem. Ja, dat is... Ja, dat kan je haast niet bedenken. Maar dus die dingen die gebeuren of zo. Of die... Ja, wat ik een beetje daarin hoor. Ik had toevallig daar vanochtend ook met een vriend van me over. Het woord aandacht. Dat je bepaalde dingen met aandacht doet überhaupt. Dat je gewoon alles doet met aandacht. Je het met aandacht eet, met aandacht verbinding hebt, met de aandacht. Maar dat je ook aandacht hebt voor de dingen wat er om je heen gebeurt. Dat een enorme moeilijke skill is. Dat jij bij wijze van spreken nu later terugrefereert, of misschien zitten luisteren en nu te luisteren van, shit, als ik nu kijk naar mijn afgelopen maanden, misschien heb ik ook wat tekenen gehad, of zijn er ook wat dingen gebeurd, dat ik, is er nou toeval, of is dat, wil het leven me iets zeggen bij wijze van spreken, maar dat je daar wel aandacht voor kan hebben. Dat je gewoon de dingen wat er gebeurt, maar ook als je naar je werk fietst en dat soort dingen, gewoon dat je aandacht hebt voor het leven, bij wijze van spreken. Dat vind ik, en daar ben ik de laatste tijd veel mee bezig. Van oké, maar wat gebeurt er nu? En is dit nou toeval dat ik nu hier met jou zit? Dat ik de dingen aandacht, dat is opeens die ik heel erg daarin voel. Precies dat. Echt precies. En ik zou het zelfs nog luisteren willen noemen. Ga maar luisteren. Ga maar gewoon je mond. Wat gebeurt er om je heen? Wat wordt er tegen je gezegd? En dat stelt met aandacht. En luisteren is in de breedste zin van het woord. Zo kijken, weet je. Het is ook waarnemen. En helemaal waarnemen. Neem voor waar wat waar is, weet je wel. Wat. Maar durf dat. En ik denk hoe meer jij dichter bij jezelf komt, hoe meer jij werkt om dichter bij jezelf te komen, hoe meer ruimte er ontstaat
om met aandacht je dingen te doen, maar ook om te gaan waarnemen en echt te gaan luisteren. Want dan is het niet meer belangrijk wat je vertelt of daar zit die erkenning die gaat eruit. Omdat het gewoon is wat je doet of is wat is. Dus dan mag je gaan luisteren. En daar zit natuurlijk alle informatie in. En hoe doe je dat? Eén is echt contact maken met je lichaam. Ja. Want het is, ja, wat ik nu word, misschien worden we, ik probeer de mensen die luisteren ook een soort van, oké, luisteren, analyseren, et cetera. Dat is denk ik, maar waar moet ik dan precies naar luisteren? En maar je hebt het nu echt die connectie met je eigen lichaam. Echt volledig de connectie met je eigen lichaam. En het klinkt abstract als je nog niet daar bent of niet daar bent, dat je kan luisteren of dat je ergens in verwikkeld zit. Maar dan is het ook juist zo mooi om te zeggen, hey, haal maar gewoon even je mond. Ook als je niet op een goede plek zit. Of als je nog heel erg bezig bent met een soort van erkenningsdrift. Of hou maar gewoon even je mond. Ga maar gewoon eens stil zijn. En luisteren. Dan vanzelf ontstaat er ongemak. En vertelt het ongemakje van alles. Waar je op dat moment nog niet weet wat het ongemakje vertelt. Maar dat gaat gebeuren. Want dat zijn die patronen. Die motortjes die gaan draaien. Ik heb je ook horen zeggen van, wat ik een mooie term bij jou vond, of een mooi werkwoord. Dus, ja, eigenlijk is het een werkwoord, is zuiveren. Ik las op jouw website wat ik al zei, wat echt een feestje was om te lezen qua teksten en dat soort dingen. Maar ik las daar op van de wereld elke dag een stukje zuiverder maken. Is dat een beetje jouw missie? Ik denk het wel. Ik vind missie echt moeilijk vangen in een woord, omdat het gewoon in een zin, omdat het is zoveel. Maar ik denk als je het terugbrengt naar nou, een woord zou het verbinding zijn. Omdat het moment dat je verbinding verliest met jezelf, dan ben je er gewoon niet meer. We kunnen in deze ruimte zitten en ik kan deze ruimte waarnemen. Maar het moment dat ik ergens anders inschiet of het contact met mijn eigen lichaam kwijtraak, dan ben ik niet meer in deze ruimte. Dus is alles nog hetzelfde, alleen ik ben weg. Hoe zuiverder je bent, hoe eerder je herkent dat het contact verbroken wordt. Of dat jij het contact verbreekt. Ja. En hoe zuiverder je bent, hoe meer je echt mag gaan zien wat zich aandient. Wat er voor je is. Zonder al die verhaaltjes ertussen. Die filtertjes ertussen. Hoe meer je mag gaan luisteren naar wat er in je omgeving gebeurt. Dus hoe zuiverder, hoe beter. Als jij je waarheid durft te spreken, dan komt terug wat er vanuit jouw waarheid komt. En niet van wat je vertelt of doet, omdat een ander dat dan moet horen. Of ja. Is dat ook een stukje eerlijk kunnen zijn tegen jezelf? Dat jezelf van een soort van recht in de spiegel kunnen aankijken? Ja. Ja. Ja, want hoe meer je oneerlijk bent, hoe groter de afstand tussen jezelf en dat wat je doet. Dus dan mijd je die spiegel zelfs. Dan kan je er gewoon niet eens in kijken, omdat gewoon, ja, of je moet jezelf daarin ook nog voor de gek weten te houden. Maar het gaat er uiteindelijk gewoon om, dus of datgene wat je doet klopt en of het juist is. Ik had toevallig van de week nog met iemand over, die praatte ook over zijn burn-out, dat hij burn-out had gehad. Maar hij vertelde dat hij in die tijd gewoon compleet de connectie met zijn lichaam, hij kon zijn lichaam niet meer voelen. Het was gewoon twee soort van aparte delen. Is dat iets wat je herkent? Zeker, ja, zeker. Ga maar alleen eens na wat er bij jou gebeurt als je in zo'n gedachtegolf zit. Al kan je ook nadenken over je bedrijf of over whatever, je bent gewoon het hele lichaam kwijt, want je bent daar bezig. Kun je nagaan als het gaat over iemand die volledig een lichaam op tilt geslagen krijgt door waar die zichzelf in aan het gek maken is. Ja, dan is het namp. Dan is het gewoon, dat is er gewoon niet meer. Het is niet die verbinding. Nee, het is gewoon weg. Ja, het is grappig, want ik heb dus levenskracht. Dat is een beetje, wat ik ook zei, ik doe eens in de tijd ook een seminar levenskracht. En daarvoor heb ik dus het 5V-model heb ik daarvoor ontwikkeld. Dus het gaat over vitaliteit, veerkracht, vertrouwen, vrijheid en verbinding. Dus dat is een soort van het 5V-model. Die 5V's bij elkaar is voor mij levenskracht. Maar verbinding is daar een ontzettend belangrijke factor bij. En ik zeg daarbij dat het eerst belangrijk is om
überhaupt verbinding te kunnen maken met jezelf. En daarna pas de verbinding met anderen te kunnen maken. En daarin ook het eerst goed voor jezelf kunnen zorgen, waardoor je beter voor anderen kan zorgen. Je kan je niet met een ander verbinden als je niet verbonden bent met jezelf. Heel simpel. Want wat betekent, je zegt het woord, kwam een soort van, nu werd je bewust van dat je het ook tijdens het ademconcept levenskracht hebt genoemd bij wijze van spreken. Ik voel hem nog steeds. wat betekent levenskracht voor jou? Ik heb je die vraag natuurlijk eerder horen stellen. En ik ben er toen wel over na gaan denken, maar ik ga gewoon nu zeggen wat er nu in me opkomt. Ik denk, bij alles wat je doet, maakt het je vrij of zet het je vast? En als je datgene wat je doet, je vrij maakt, dat is levenskracht. Mooi. En is dat dan ook weer in relatie tot dat stukje zuiveren? Dat je dat vrijmaken, dat is juist zuiver worden? Ja, want stel je voor dat je altijd op de hete brei heen draait bij je moeder. Stel je voor dat je daar een keer mee stopt. En gewoon uit liefde vertelt wat je eigenlijk zou willen vertellen. Ja, dat vrijer kan niet. Maar hoe kan het dan dat we er toch soms die andere kant op gaan? In principe, iedereen wil vrij zijn. Iedereen wil dat niet vasthouden. Iedereen wil loslaten. En ja, ik denk wel dat het, ik denk dat het, het moeilijkst daaraan is, en het misschien wel het grootste probleem van iemand, is de urgentie groot genoeg dat je het doet? Dus dat is één, wil je het echt, weet je wel? Wil je echt die eerste stappen zetten? En daarom is het fijn dat je pas door hebt wat een proces is geweest als hij geweest is. Want ja, als je aan het begin staat, dan denk je ook, ja, ik zie door de boom het bos niet, maar dan moet je een weg op, weet je wel? Net zoals, ik weet niet of je het herkent met het opzetten van je eigen bedrijf. Als je van tevoren had geweten wat het allemaal voor werk oplevert, ja, dan was je er waarschijnlijk niet aan begonnen. Maar dan had je je passie ook niet ontdekt. Hetzelfde geldt met je persoonlijke proces. Dus ben je elke dag bereid om dat stapje te zetten? Om daar echt voor te gaan? Om echt dat stukje zuiverder te worden? En dat is wat je erin mag leggen. En daarin is weer vervolgens het moeilijke eraan, is dat het wordt ons niet geleerd. Dus als degene die jou opvoedt niet... En ik kan hier eigenlijk niet vanuit ervaring over praten. Ik kan niet vanuit ervaring over praten, want ik heb geen kinderen. Dus ik zou niet weten, weet je wel, hoe... Daar komen natuurlijk zoveel angsten en onzekerheden, et cetera, bij. Dus het is al zo moeilijk om ouder te zijn. Maar ik denk, als jij niet als ouder al die vrijheid in jezelf hebt gemaakt, ja, dat betekent dat datgene wat je weet, geef je door. En ik denk dat, als ik naar mijn omgeving kijk, ken ik niet heel veel mensen die zichzelf volledig vrij maken of daar echt voor willen gaan. Wat betekent dat het bijna niemand geleerd wordt. Ja, dan kies je gewoon wat je kent. Tot het niet meer gaat. Totdat je een burn-out krijgt. Of totdat je een fysiek op een andere manier. Of dat je een keertje een bijna doodervaring. Of een relatie die opeens op de klippen loopt. Het is altijd, zeg maar, gewoon als je die onderkant van die put raakt. Ja, dan opeens is de urgentie daar. En dan komen we terug bij dat stukje urgentie, weet je wel. Van, het moet urgent genoeg worden. Wil je dat gaan doen? Ja, en hoe dat is, ja, dat is voor iedereen anders. Maar daarin snap ik wel dat je het niet doet. Dan snap ik wel dat je die omwegen neemt. Dan snap ik wel dat je dat leugentje voor best wel wat doet. Dat snap ik, heb ze allemaal gedaan. Alleen als ik voel hoe ik me vandaag voel, vergeleken met hoe ik me voelde toen ik dat deed, ja, dat gun ik iedereen. Dus een bepaalde veerkracht daarin hebben is wel belangrijk. Ja. Ja. We gaan goed, Jimmy, want we hebben verbinding hebben gehad. We hebben vrijheid gehad. We hebben veerkracht gehad, voel je helemaal niet. Vitaliteit. Vitaliteit. Mogen gaan we het er zo over hebben. Ja, precies. En maar vertrouwen. Kijk, het is mooie is van, want jij zegt vitaliteit en veerkracht. En daar ben ik het ergens mee eens, maar ik zit echt op de kant, op de verbinding, zit op vertrouwen, zit op de vrijheid. Dat is echt mijn stuk. Ja. Echt mijn stuk. En ik vitaal leven natuurlijk hartstikke belangrijk en eens. Maar dat stuk, dat is waar ik voor zorg wil dragen. Maar dat is voor mij ook de reden dat ik überhaupt de podcast Levenskracht ben gestart. Want dat vind ik juist heel leuk. Dit is een soort van het framework. We hebben die 5 V's en iedereen heeft zijn eigen dingetje. Ik heb een personal trainer, dus het gaat alleen maar over vitaliteit. Of ik heb
psychologen gaat het alleen maar over die veerkracht of andere. En dat vind ik juist leuk door een soort van de luisteraar daar mee te nemen en zelf ervan te leren. Van ja, er is zoveel te leren over die verschillende vijf V's. En jij zegt van dit zijn de drie V's die ik in acht neem. Ja, fantastisch. Daarvoor hebben we dit gesprek. Dus leuk, dat vind, hè? Ja, dat vind ik wel vet. Ja. Ja. Neem niet weg dat wat je zegt, veerkracht. Maar als ik veerkracht interpreteer, zeg maar, als wat je vaker hoort. En je zegt Gerben al. Gerben zit volgens mij ook heel erg op veerkracht en vitaliteit. Maar is zeg maar gewoon de jezelf, zeg maar, uitmergelen. Of het, daar ben ik niet van. Dus ik ben alsnog wel gewoon van de pittige aanpak tijdens de ademsessies. En gewoon echt diep gaan en ook diep in jezelf gaan en durven gaan. En alles gewoon zien voor wat het, hoe het zich aandient. Alleen zeg maar het stukje jezelf daar, zeg maar, gewoon in pushen. Dat hoeft van mij niet zo. Maar wel als het gaat om elke dag een stukje zuiverder. En elke dag een stukje liever voor jezelf. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Elke dag een stukje liever voor jezelf. En als jij het opbrengt om elke dag een stukje liever voor jezelf te zijn, ja, dan kom je in verbinding. Ja, en daar gaat veerkracht voor mij dus ook juist over. Het is soms lastig. Je gaat soms die weerstand ervaren. Of je nou je eigen pad bewandelt of niet, er zit altijd weerstand op. Maar dat je juist die weerstand kan aangaan en dat je weet dat die weerstand je weer naar het volgende punt op het pad brengt. Dat juist zorgt voor die groei. En dat het leven, wat ik zeg, het gaat niet altijd makkelijk zijn. Dat het leven bestaat ook uit seizoenen. Het is niet alleen maar dat altijd de zon schijnt en dat het altijd alleen maar roosgeur, maneschijn is. En het is, ik heb een boek van iemand getipt gekregen. Het heet, wellicht dat jij hem kent, het is van een filosoof, Voigt heet het. Volgens mij uit de jaren 70. En ik vond het een heel mooi boek en het spreekt me heel erg aan op hetgeen wat jij zegt. En het boek gaat over, het heet Leren en werken in het ritme van de seizoenen. En wat hij eigenlijk zegt is dat het is nu februari, het is 24 februari nu we deze podcast opnemen. Dat komt over twee weken online. Maar wij zijn ook februari. Jij bent februari, ik ben februari. Volgende maand zijn we allebei maart. Voel je hem of niet? Nee, ik vind het zo leuk dat je hierover begint. Want het is dit jaar voor het eerst dat ik met die seizoenen, dat gebeurde gewoon. Ja. Ik was mega moe in november. Ja, maar je was november. Maar ik was november. Maar snap je? Maar snap je? Ja. Ik had vorig jaar, dacht ik de hele zomer lang, waarom ben ik nou zo mega moe? De zon schijnt, ik wil naar buiten. Ik heb hier gewoon geen zin in. Wat is dit? En toen kwam ik er dit jaar achter. Ik heb vorige winter gewoon veel te hard gewerkt. Ja. Dit is een leuke anekdote. Ik ben een podcast gaan luisteren. Die heet Het Ritme van de Natuur. Van Boswachter Barry. Boswachter Barry is een jongen volgens mij van jouw leeftijd. Denk ik. En ik ben getipt door een goed vriendinnetje van mij. Van hey, ga eens luisteren. En toen luisterde ik eigenlijk wat ik al aan het doen was. Dat ik, hey, wat goud dit zeg. En toen had ik een jongen, Joachim Chalem, en die stuurde mij een berichtje via Instagram en die zei, hij is een waanzinnig pianist. We hebben elkaar nog niet ontmoet omdat hij in Spanje woont, maar wel vaak aan de telefoon gehad. We hebben nu al volgens mij een hele bijzondere vriendschap. En hij gaat op het volgende concert gaat hij meedoen. Waanzinnig pianist. Maar ik vertelde hem, hij vroeg, hoe gaat het? Dus ik zei tegen hem, ja, januari, hè? Ik wil wel, maar ik doe het nog een beetje rustig aan. Moe, maar ja, winter. Toen vertelde ik hem eens over die podcast die ik aan het luisteren was van Boswachter Barry. En toen zei Joachim op een gegeven moment tegen mij, hey Jim, jij weet toch dat ik op een community woon, hè, in Spanje? Ik zei, ja. Hij zei, met Boswachter Barry. Toen dacht ik, nou. Hij zegt, weet je dat je de eerste bent die ooit over Boswachter Barry begint tegen mij? Boswachter Barry weet niet dat ik nu over hem praat. Dus ik zei ook vaak dan tegen Joachim, hij komt vandaag. Ik zei, doe maar alsjeblieft de groeten van een fan. Maar gaaf. Het ritme van de natuur. En hij zegt dat dus ook. En hij hamert daarop. En wat zo grappig is, ik ben 20 september ben ik geboren. 20 september 1986. En ik zeg vaak tegen mensen, ik ben de laatste dag van de zomer jarig. Maar vaak vond ik het ook niet kloppend. Ik voel hem wel qua magie. Maar vaak vind ik het ook niet kloppend. Ik denk van, 21 december begint de winter, maar dat is de kortste dag van het jaar. 21 juni begint de zomer, maar dat is de langste dag van het jaar. Dat klopt toch niet? En hij heeft ook gezegd, zo van, eigenlijk als je naar de natuur kijkt, is 21 december gewoon het midden van de winter.
En als ik mezelf voelde dit jaar, voor mij was 21 december echt het midden van de winter. Hij zegt rond 6, 7 februari begint eigenlijk de lente. Dagen lengen, krokusjes komen stiekem een beetje uit, maar het is wel nog winter, dus pas wel een beetje op. Maar het is zo, het is, voor mij is het zo, ik denk van, oh wat leuk, dat dit soort dingen dan tot je komen. Dus dat ik het ritme van de natuur dus inmiddels misschien een beetje leef. Maar niet omdat ik het tegen mezelf heb gezegd, je moet nu het ritme van de natuur gaan leven. Dat vind ik zo grappig. Nee, dat klopt helemaal wat je zegt. En ook als we kijken, als bijvoorbeeld bedrijven die jaarplannen gaan maken, wanneer worden die gemaakt? In januari of eind december. Dat is gewoon iedereen, niemand zit goed in zijn energie. En dan gaan we het hele jaar gaan we vooruit plannen of goede voornemens maken. Niemand zit dus goed in zijn energie. Niemand, het is een beetje relativeren, maar het is letterlijk, we hebben minder zonuren. En wat is de grootste energiebron wat we hebben? De zon. Dus hoe meer de zon schijnt, hoe meer energie we hebben. En ja, ik vind dat zo interessant. En inderdaad ook, wij werken natuurlijk van januari tot december. Maar eigenlijk zou het logischer zijn, of in ieder geval je ritme ook bewust te zijn van het ritme van 21 juni tot 21 de langste dag en 21 december de kortste dag. Dat je dat als ritme neemt. Ja. En hebben wij nog makkelijk praten, hè? Want wij leven op de seizoenen van de natuur. En de vrouwen die hebben gewoon in hun cyclus hebben ze gewoon 4 seizoenen. Dus die zitten gewoon nog, die zitten daartussen te shiften. Ja. Lijkt me mega lastig. Lijkt me ook heel lastig. Maar voor mij klopt die 21 juni klopt wel dat een soort van de langste dag is. Want het is, dan schijnt de zon de hele dag. Want op 20 juni is de grootste zonneschijn op de wereld jarig. Dat is mijn vriendin verloofde, moet ik zeggen. Dus dan is het 21 juni, dat klopt, dat vind ik wel heel lekker. Wat heerlijk. Dat de dag daarna is. Wat heerlijk, ja, wat bijzonder ook. Maar het laatste wat ik daarover wil zeggen is dat het ook, want we kunnen natuurlijk niet veranderen en we kunnen niet allemaal de zon als onze wekker gebruiken, wat een heel mooi iets zou zijn, maar meer dat je kan accepteren dat het in de wintermaanden gewoon even wat minder is. Dat we die winterdip hebben en dat we ons iets lager in de energie voelen. Het is oké, je weet waardoor het komt. En er zijn seizoenen en het voorjaar begint weer en we voelen ons allemaal weer beter, maar kan daarmee zijn, kan dat accepteren. En daarop inhakend, hoe lekker is de winter als je mag terugtrekken? Precies. Toch? Ja. Yo. Kijk, dat is natuurlijk het voordeel van een duaal leven. Weet je, we genieten zo van de zomer omdat de winter er is. We genieten van het leven omdat het dood er is. Voor mij is het een en hetzelfde. Mijn eigen therapeut die zegt tegen mij ook van, weet je wel, ga eens goed waarnemen. Ga eens echt goed waarnemen. Het is er altijd allemaal tegelijkertijd. En ik ben er nog niet dat ik daar een bevestigend antwoord op kan geven. Maar het voelt wel zo. Ik geloof dat ook. Ik geloof ook, zeg maar, van hoe makkelijk wist je met de mensen die je echt goed kent, wist je een traan en een lach tegelijkertijd uit. Hoe vaak gebeurt er bij mij in sessies dat het er allemaal gewoon is in een sessie. En dat je tegelijkertijd kan voelen. Ja, dat is is magie. Magie. Ja. Want als we iets verder op de tijdlijn kijken, het is ongeveer, hoe lang geleden is dat je dan in aanraking kwam met die adem? 8 jaar. Ja, ik rond hem even af naar 8. Ja. Soms wil ik het nog wel eens precies zeggen, maar laat het me even afrond. Deze zomer 8 jaar. En kan je ons eens meenemen in dat pad wat opeens, soort van de poort die voor je open ging en die zei van, Jimmy, loop met me mee. Zo. Ja, het was een retraite van Your Lab, André Plateel, uit Amsterdam. Was in de bossen van Fenwoude in Baren. Het was een 5-daagse. En ecstatic dance, stilte-sessies, meditatiesessies, 1-op-1 gesprekken. Je mocht op een stoel gaan zitten voor alle 70 deelnemers. En het hele team, als je het voelde. En dan kon je iedereen aankijken en er gebeurde zo mega veel in. Maar er waren ook 2 ademsessies van Tom van Huisteen. En dat deed voor mij. Ja, wat daar gebeurde, dat was waanzinnig. En je moet je voorstellen, ik snap sport. Ik snap pijnen bij sport. Ik snap sportblessures. Ik weet hoe het is om pijn te lijden, maar ook hoe het is om kramp te krijgen. En er zat zoveel kramp vast in mijn lichaam. Dat kwam er zo naar buiten bij die adem. Maar ik kon daar al de eerste keer al best wel goed mee omgaan. Ook al was het zoveel. Dat ik na die adem dacht, yo, dit is lijp.
En vervolgens ben ik bij Tommy gebleven, want die woonde toen voornamelijk in Amsterdam. En je moet je voorstellen, en ik kan me zo voorstellen dat jij ook een mooi persoonlijk proces hebt gehad. En ik kan me voorstellen dat iedereen die hier naar luistert een mooi persoonlijk proces heeft gehad. En die beginperiode van je proces, die is het allermoeilijkst. Echt het allermoeilijkst. Vaak, ik praat graag in procenten, is dat het moment dat er de omslag vindt ergens plaats tussen de 30 en 40 procent. Dus als er 30 procent onbewustzijn is en 70 procent bewustzijn, 40, 60, zoiets. Pas dan, zeg maar, ga je het onbewustzijn of de pijn ga je dan een beetje kunnen omarmen of zo. Dus die beginperiode, die is zo pittig. Echt zo pittig. Dat die adem, ja, die betekende zoveel. Die kwam letterlijk inbreken. Die kwam me letterlijk laten zien hoe het is om weer even vrij te zijn. Om je weer even goed te voelen. Ja, dat was... Ja, dat... Ja, je ziet wat er gebeurt. Ik raak daar stil van. Dus ik ben dat heel veel gaan doen. En ik ben het heel veel bij Tommy gaan doen. In Amsterdam. En toen ben ik het heel veel thuis gaan doen. En toen ben ik het vergeten. Het was met een goed vriendinnetje op Ibiza. Neil, het zei ik tegen Neil van, die had het over ademen. Ik zei, hey, ben je bij Tommy geweest? Tommy had 2 jaar niet gesproken of zo. Ze zei, nee, maar die naam die hoor ik vaker. Ik zei, ja, misschien moet je daar eens heen. En 2 dagen later gingen we terug en we kwamen op Ibiza Airport tegen Tommy. Dus ik zei, nou Tom, dan moet je eens denken. Ik zei dan tegen Neil dat ze naar jou moest. Zei hij, hoezo jij niet? Dan dacht ik, hey. En toen kwamen we echt tegen voor mij. Dus dat was, ik denk, misschien wel 4 jaar geleden of zo. Toen ben ik weer heel veel bij Tommy geweest. En toen kwam het punt dat ik gewoon elke dag ben gaan ademen. Zelf. Gewoon omdat ik die vrijheid ging ervaren in mijn lichaam. Omdat het voor mij de tool was om heen te gaan. Omdat er meer ontspanning, meer ruimte kwam. Die is gewoon bij me gebleven op de een of andere manier. Volgens mij was het zelfs de tweede nacht of zo. Of de tweede avond met Floor. Of de tweede ochtend met Floor. Onze tweede date was in Mexico. We hadden 1 date gehad. En toen kwam ze naar me toe. Ja, dat magische verhaal laat ik even... Weet je, anders dan zijn we hier zo meteen echt lang aan het kletsen. Maar ik heb de vrouw van mijn droom ontmoet. En we wonen sinds 4 maanden samen. En het is echt, ja... Maar zelfs is het volgens mij de tweede dag... waren we aan het ademen in Mexico. Terwijl, toen duurde het nog ruim 1,5 jaar... voordat Tommy tegen mij zei van... Hey, ik ga je opleiden. Dat zeg ik toch goed. En dat duurde nog ruim 1,5 jaar of nog 9 maanden voordat Tommy tegen me zei, hey, ik ga je opleiden. Dus ik was al zo met die adem bezig. En het bracht me zoveel, dat toen hij tegen mij zei, ik ga je opleiden, dacht ik, ja, het past binnen mijn plannen nu. Maar let's go, want dan kan ik ook zo meteen de plek die ik wil gaan creëren, iets zelf gaan geven. En toen was het moment 1 van de opleiding, deed ik grepen en dingen, dat ik dacht, ja, this is it. Ja, en toen is het wat ik zei, wat is in 2 jaar gebeurd. Dat is, ja. Mooi, Jimmy. En wat ik bij jou heel mooi vind om te zien is dat... Ik heb wel eens vaker ademsessies gedaan, maar bij jou voelde het heel natuurlijk of zo. Ook de dingen wat je zegt, dat komt echt binnen. En je zingt, je hebt de nummers die je voordraagt, et cetera. Het is zo natuurlijk, waardoor je daardoor heel die verbinding voelt of zo. Mm. Mooi, dankjewel. Ja. Want die nummers die je zingt, die heb je zelf geschreven? Waar haal je die inspiratie vandaan? Ja, diepe zuchten. Zuchten is zo lekker. Lieve mensen, als je luistert, gewoon even goed zuchten. Goed zuchten is echt het allerlekkerst. En dat is ook zo kut, hè? Vroeger, je wordt ook altijd geleerd van als je zucht, dan denken mensen dat er iets mis is, dat het iets negatiefs is. Dus we durven niet meer te zuchten, terwijl de zucht... Oh mijn god, die doet zoveel voor je. Bijna elke sessie begin ik wel met een diepe zucht. Volgens mij ben ik zelfs diepe zuchten begonnen het ademconcert. Ja, dat kan niet. Lekker man. Maar ik zucht het diep, omdat je vraagt me iets. En mijn hele lichaam zit weer onder het kippenvel. Maar je vraagt me iets. Ik ben opeens per ongeluk begonnen met schrijven aan spoken word. Toen ben ik het spoken word wereldje ingerold. Snel optredens gehad, festivals... En op een gegeven moment ben ik dat professioneel gaan doen. Dat betekende dat ik een bak van informatie kreeg van een verzekeringsmaatschappij. Of van de gemeente. Of van een theater. Of van de OBA. En dan schreef ik dan gewoon een gedicht op.
Dat is een ode of iets. Dan kwam ik naar je event, kwam ik dat doen. En ik maakte ook eigen werk. En er zaten ook eigen dingen tussen. Op de radio geweest. En, maar op de een of andere manier... Het ging eigenlijk ook altijd over verbinding of over... Hè? Maar op de een of andere manier, daar gebeurde niks mee. En ik het voelde ook niet... Ik weet het niet. Ik was ook te veel aan het proberen. Of ik had er nog wel ook wel... Ik wilde ook wel graag die guy zijn die dan die dichter was of zo, weet je wel. Dus dat klopte dan ook niet. Daarom vind ik het ook zo mooi dat je zegt hoe natuurlijk dit gaat. Daardoor heb ik het wel, geleerd. Dus ik heb wel de teksten die ik ook schreef toen ik nog verder bij mezelf verwijderd was dan vandaag, die waren ook vet. Dus dat het was er wel. En het mocht er ook gewoon zijn. Alleen de manier waarop het ontstond betekent al dat het er was, zeg maar. Dus ik kom natuurlijk wel vanuit een positie dat ik dit al deed en kon. Toen had ik gewoon heel snel door met die adem. Maar heel snel muziek gaan maken tijdens groepsessies. Wat dat deed met de mensen. En daar gevraagd van, ik pakte gewoon mijn gitaar. Die had ik daar en ik ging een nummer spelen. En ik zag wat daar gebeurde. Toen dacht ik, hé, wacht even, hier is iets. En toen ben ik dat steeds meer gaan doen eigenlijk. En op een gegeven moment ben ik het dus gaan linken. En toen was het tijdens mijn tweede opleidingsweek, half 2021, dag van ademconcert. En het duurde een jaar voordat het blijkbaar rijp genoeg was om het van de plank te pakken. En nog steeds kwam ik daarin natuurlijk gewoon heel veel duiveltjes tegen, of geef het een naam. Maar toen ben ik gewoon gaan maken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik wil een gedicht op de adem. En toen ben ik Luchtspiegel gaan schrijven. Dat is het nummer wat ik speelde achter de piano. Dat was eigenlijk een soort van rap op jouw adem. Maar die klopte niet. Toen had ik voor mijn eerste concert een nummer nodig. Toen dacht ik heb een rap liggen die nog niet helemaal klopt. Maar die tekst is wel heel mooi en die klopt volgens mij wel. En toen ben ik gewoon met hele simpele akkoorden achter de piano gaan zitten. Ben ik het gaan zingen. Ja, toen, wat daar gebeurde, dat was niet normaal. Toen had ik een groepje daarna. Toen ben ik dat gaan doen. En toen werden de mensen daarna wakker. En ze begon niet over hun eigen proces te zeggen. Wat speelde jij net? Dat was van jou of niet? Toen ben ik het dus nog een keer gaan spelen terwijl mensen naar me keken. Toen had ik opeens, wat gebeurt hier allemaal? Dit gebeurt hier. Nu geef ik ook nog eens een keertje iets van mezelf. Zang, woorden, gedichten komen nog veel meer bij je binnen. Omdat je open staat door die adem. Omdat je al zo kwetsbaar bent of zo open bent. Daar ontstaat een of andere magische wisselwerking. Die ik zelf ook niet had kunnen bedenken. Dit is iets... Ik had van de zomer even een open mic op Down the Rabbit Hole. En ik voelde daarna en ik dacht van, ik voel me nu eigenlijk gewoon hetzelfde als dat ik me voel na een ademsessie. Mijn beste vriendje was erbij, die zei tegen mij, Jim, je trucjes zijn weg. Ik dacht van, er begint iets te ontstaan nu, weet je wel. Van, ze zijn allebei echt, ze hebben allebei gegeven met hetzelfde gevoel, er klopt hier iets. Ja, en toen begonnen die ademconcerten. En nu, ja... Het klopt gewoon. En wat er klopt, weet ik nog niet eens. Ik zie alleen als ik een beetje vooruit kijk, soms dan durf ik een beetje zo, sta ik zo in de coulissen en durf ik zo door die rode gordijnen heen te kijken. En dan kijk ik vooruit en dan denk ik, ja, er gaat me hier iets gebeuren, man. Dan begint je hart sneller te kloppen. Yo, ik krijg er zelfs koude handen van. Ja. Dus de dingen kloppen zo dat het... Hart begint te kloppen. Ja. Nee, Jimmy. Ik doe met z'n mee. Die zit zelfs in het gedicht. Die zit ook in het gedicht. Dat vind ik leuk wat je zegt. Ja. Ik herinner me nu opeens. Ik hang aan je lippen. Maar ik heb het niet voorbereid. Maar ik krijg opeens een soort flashback naar dat ademconcert. Dat je... Ik weet niet eens meer welk nummer het was. Maar dat je op een gegeven moment zei van... Hallo, ik ben het, die stem in je hoofd. En... Dat maakte zo'n impact op mij, van dat stemmetje die we altijd in ons hoofd hebben. Dat jij zei, ja, ik ben het. Die stem die altijd in je hoofd zit. En er zat een hele tekst bij wat enorm raakte. Maar elke keer, lief het, ik hou van je. Dat een soort van richting zelfliefde. Ik kwam de dag daarna ook op mijn werk. En dat was op dat moment hetgeen wat me meest bij was gebleven. Van dat in combinatie met die adem. Ik bedoel, je bent volledig in je lichaam. En dat je dan... Ik ben het, die stem in je hoofd en ik hou van je, lieverd, ik hou van je. Dat constant, dat maakte zo'n impact op mij. Ja, thanks man. Echt thanks. Ik weet nog wel dat ik deze schreef en
Ik zei tegen Floor ook, ik zeg, ik wil een spoken word. En het gaat iets, je gaat iets tegen jezelf zeggen of ik weet het niet. En toen ben ik ervoor gaan zitten. En als ik dat dan eenmaal weet, ja, dan ga ik als een malle. En het leuke is dat zij, ze zit ook in mijn team Adem, hè, de mensen die ik heb opgeleid, die dus begeleiden tijdens zo'n concert. Het is een team van 12 mensen, geloof ik. Fantastische mensen. Het is zo bijzonder leuk. In no time, 4 maanden tijd. Een beetje opgeleid. Ik dacht ze talent hadden. En nu is het ook nog eens een keer een soort van vriendengroep geworden. Ja, dat kan je bijna niet bedenken. Gewoon een random clubje bij elkaar gezet. En dat klopt. Ja, dat is. Maar wat zo mooi is aan onze relatie ook, is dat los van alle liefde en los van alles wat we thuis doen, et cetera, is het ook, als ik dus dit soort dingen doe en schrijf en dan aan het laten horen, zij voegt iets toe of zo. Dus ik had dit laten horen en zei, ja, wat ik gewoon niet bij kan, is dat jij nu in no time dus precies kan verwoorden wat het moet zijn en beyond. En ze zei, maar wat wel belangrijk is, dat je van tevoren tegen iedereen echt zegt dat het hun stem is die praat. En dat ik dacht van, dit is zo'n essentieel element. En hier was ik misschien wel overheen gestapt als ik niet die situatie heb met haar, dat ik dit eerst met haar kan delen of, weet je. En dat je nu ook zegt, weet je wel, van dat element erin zit, dat is dat jij tegen jezelf praat. Ja, waar komt dat vandaan, man? Waar komt dat vandaan? Ja, ja. Ik kan daar ook niet bij. Maar het is zo mooi. Ja. Ja. Ja, dat was voor mij. Dus je zegt, Adem is leven. Adem geeft levenskracht. Het was, ja, en toen begon je dat. En dacht ik, ja, schiet mij maar lekker. Weet je wel. Kom wel op met de rest. Dus ja, yeah. Dat was gewoon zo genieten. Ja, wat mooi, man. Ja, wat mooi, ja. Ja, weet je, maar ook dat soort dingen, weet je wel. Heb je meegekregen wat daar voor muzikant zit tijdens zo'n concert? Maarten, zeg maar, die dus ja, ja, ja. Bas speelt. Ja. Die een soort van klein, ik heb nog nooit zo'n ding gezien, een heel klein synthesizertje speelt, die dat allemaal analoog doet. Die dan de gitaar pakt om bij mij intuïtief gitaar te spelen onder die spoken word. Die hebben misschien 2 keer gerepeteerd per ongeluk, weet je wel. Die jongen ook gewoon via Instagram had hij een bericht gestuurd van, hey, werd ook aan elkaar gelinkt. Kwam ik hier naar een ademsessie, deed ik gewoon mijn muziek en mijn dingen erbij. Dat hij zei daarna, wat, je maakt al muziek erbij. Ja, en we hebben elkaar misschien nu, we zijn elkaar nu wat vaker gaan zien. En dat is ook een vriendschap aan het worden. Of is het al, of. Maar we hebben misschien 3 keer samen gespeeld. 4 keer, waarvan 2 concerten. En dat daar ter plekke mag ontstaan. En dat er dan zometeen naast Maarten in zo'n oranje kerk, ja, ook nog zo'n pianist bij komt zoals Joachim. Het is gewoon allemaal zo aan het gebeuren. En het gaat in een bloedvaart. Ja. Ik heb er zin in, man. Ik heb er gewoon echt zin in. Want 26 maart. 29. 29 maart. Woensdag 29 maart. Gaat het weer gebeuren. Ander programma. Weer net iets verder. Weer net iets door. Weer net iets meer die scheidslijn of dat stukje ontmoeten tussen je streng stem en je vriend. Je vijand en je vriend. Daar gaan we een beetje heen. Iedereen heeft dat. Iedereen kan kiezen voor zijn vijand of zijn vriend. Iedereen. En dat zeg maar dus nu voelt dat een beetje een rode draad gaat worden door die concerten heen. Ik heb geen idee waar het heen gaat. Ik heb nu een programma geschreven voor het volgende concert en ik denk dat we dat gaan doen. Dat weet ik voor 88% zeker dat het massa menos gaat worden. Maar waar we dat allemaal heen mag gaan. Ja, ik heb een gevoel. En dat is ook weer richting dat duaal leven wat je zei. Dat ja. Die vriend vijand, dat is ja. Een soort van ja. Dag en nacht. Ja, gewoon echt dat. Nou, ja, ja. Maar het is meer vooral zeg maar, in dat duale, in het verdriet en liefde, of dood en leven, of dag en nacht. Dat is er gewoon altijd. Maar je hebt de keus. Je hebt de keus, kies ik voor mijn vriend of kies ik voor mijn vijand? En wat er gebeurt, wat er denk ik gebeurt, ik weet het niet. Hè. Ik praat gewoon
open en ik praat uit ervaring en ik praat uit wat ik meemaak in mijn sessies. Maar wij zijn naar één iemand op deze aarde zo streng als we zijn tegen die ene iemand op deze aarde. En dat zijn we zelf. We zijn maar naar één iemand zo streng. Op het moment dat jij gaat praten over wat je allemaal tegen jezelf zegt, en in plaats van je eigen naam daarin te vullen, vul je de naam van je liefde, van je beste vriend in. Moet je eens gaan kijken wat er dan gebeurt. Daar durf je gewoon niet zo tegen te praten. Maar hoe praat je tegen je vrienden? Hoe praat je tegen je liefde? Dat is echt het tegenovergestelde. Ga zo tegen jezelf praten. Ga eens alleen eens zo tegen jezelf praten. Kijk eens wat er gebeurt. En daar zit hij. Want we worden ergens geleerd om te kiezen voor de vijand. Ja? Hoe dat komt, komt dat? Dat weet ik niet. Dat heeft denk ik ergens te maken met jezelf gieten in een vormpje. Om ergens bij te passen. Om niet dood te gaan. Om je het goede eten te krijgen van je ouders. Geen idee. Maar er gebeurt iets met die vijandschap. Dat is de reden waarom we in al die mentale ongemakken terechtkomen. Omdat we onszelf aan het forceren zijn ergens in te drukken waar we niet passen. Dat is je vijand. Zou je vriend dat ooit van zijn leven doen? Stel je voor dat je vriend zit in een slechte baan. Zou je dan elke dag tegen hem zeggen, jij moet naar je werk, jongen, anders misluk je. Nou, dat gaat niet, hè? Dat doe je niet. Waar je de fuck dan wel tegen jezelf? Het is zo herkenbaar, maar ja, het is de vraag, waarom? Waarom doe je dat? Het is vooral de opdracht, doe het niet. Waarom hoeven we eigenlijk niet eens te weten waarom je het doet? Het heeft je ooit gediend, anders doe je het niet. Weet je wel? Het heeft je ooit, het is een overlevingsstrategie. Of het er nou bij horen is op de middelbare school, of het nou je ouders pleasen is om liefde te krijgen. Ik denk dat het misschien al eerder is dan je bewuste leven. Dat het misschien al, weet je, misschien doe je dat oprecht al in je eerste paar jaar. Dan heb je ouders niet eens weet van om het bij je te onderscheppen. Geen idee. Dus daarom is alleen maar de opdracht, doe het niet. Ga herkennen wat je doet. Zeg dat je klem maakt je vrij. Maar ga herkennen wat je doet en doe het niet. Wees lief. Wees lief. That's it. Want als jij lief durft te doen tegen jezelf, dan ga je lief doen tegen iedereen. Want dat is de verbinding. Hoe streng je doet tegen de wereld om je heen, hoe strenger je bent voor jezelf. Period. Lieverd, ik hou van je. Dat is hem, hè? Dat is hem. Die blijft wel terugkomen, denk ik. Maar dat is hem gewoon echt. En hoe fucking moeilijk is dat tegen jezelf te zeggen? Zeg dat maar eens tegen jezelf. Lieverd, ik hou van je. Dat is de eerste keer. Ah. We gaan een training maken, die heet je beste vriend. Ik heb er zo mega veel zin in. Om met 8 mensen te gaan werken, gewoon. Je beste vriend. 8 mensen, 8 weken werken. Solo sessietjes, groep sessietjes. We gaan je beste vriend ontmoeten, of je nou wil of niet. Maar daarvoor moet je eerst zien wie je vijand is. Dus misschien is dat dezelfde, ik weet niet, ik kan dat niet duiden, maar dat is bewust onbekwaam. Nee, onbewust. Onbekwaam? Je bent eerst onbewust onbekwaam. Ja. Bewust onbekwaam. Bewust onbekwaam. Bewust bekwaam. Ja. Onbewust bekwaam. Of onbewust bekwaam is de laatste dan. Ja. Ja, precies, die 4. En volgens mij is het eerst herkennen dus wie je vijand is. Weet je wel? Dat is het allermoeilijkste, hè? Bewust onbekwaam is het allermoeilijkste wat er is. Dat zijn die percentages ook een beetje waar ik over praat. Dat is gewoon de moeilijkste fase. Dan word je bewust wie je vijand is. Dan word je bewust wie je vijand is. En dan ben je bewust onbekwaam, want dan denk je van, oké, ja, het is mijn vijand, maar hoe de fuck kom ik hier vanaf? Nou ja, dan mogen we op een gegeven moment die vijand gaan transformeren naar een vriend. Die vijand die zal er altijd wel zijn, want die blijft toch wel zijn ding doen. Die wordt wel steeds minder, want hoe vriendelijker je bent, weet je, hoe meer licht er schijnt, hoe minder donker er is. Dus het is hoe vriendelijker je bent, hoe minder vijandig je zal zijn. Maar dan kom je dus in die liefde. En dan kom je in die zelfliefde. En dan kom je dan ga je je vriend ontmoeten. En als je dan je vriend ontmoet hebt, en als je dan gaat ervaren hoe je leven is, als je dus vriendelijk doet tegen jezelf, en hoe bijzonder leuk dat is, ja, waarom zou je dan in godsnaam vijandig doen? Dus dat ga je leren in dat programma?
Ik ga een poging doen. Ja. Ik vind het moeilijk, want het is, we gaan het gewoon doen. En het zijn eigenlijk al dingen die heel vaak terugkomen bij mijn trajecten, bij mijn solo's of bij mijn groepen. En nu ga ik het gewoon een keer in een vormpje gieten. En dat wat je zegt, je beste vriend, dat is eigenlijk een soort van gericht op zelfliefde. Kunnen zijn wie je wilt zijn. Jezelf kunnen accepteren zoals je bent. Dat is je beste vriend. Ja, natuurlijk, want dat doe je bij je beste vriend. Hoe gedraag je ten opzichte van je beste vriend? Met wie je het allerbeste op deze aardbodem voor hebt. Hoe gedraag je tegen die persoon? Ga je zo tegen jezelf gedragen? En dat bewustzijn, dat dat dus kan en dat het mag. Ja, dat is gewoon mindblowing bijna. Mag dat, weet je wel? Bijna dat. Kan dat. Hoe was dat voor de, als ze bij wijze van spreken, de Jimmy hier straks in Amsterdam-Oost, loop je door het Oosterpark en je komt daar de Jimmy tegen met de kennis die je nu in acht hebt over zelfliefde, je beste vriend, et cetera. En je komt daar de Jimmy van net hbo-rechten afgestudeerd tegen. En je ziet... Moest van mezelf wel naar de universiteit. Je hebt het is mijn ego, die hebt mee van. Ja, precies. Even het ego die erbij komt. Is er ook. Die is er ook, toch? Als we stuur mogen zijn, is er ook ego. Ja, precies. Dus, je hebt je masterrecht heb je gehaald en je komt die Jimmy daar tegen. Die loopt er net met zijn... Heb je op de UvA gezeten of ja, niet? Ja, Adelman Sport. Ja, dus hier in de buurt. Nou, die heeft net zijn diplomaatje gehaald en helemaal blij. En je komt hem tegen. Wat zou je tegen hem willen zeggen met de kennis die je nu in acht hebt? En de ervaring. Ik zou een arm om hem heen slaan, man. Ik zou niks met die kennis doen. Ik zou hem gewoon zo mijn liefde geven. En ik zou hem mijn telefoonnummer geven. En zeggen, deze heb je hard nodig. Kom maar bij me als je er zin in hebt. En hij zou de volgende dag zou hij bellen. Ja. 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 En dan neem ik hem echt aan zijn handje mee. Vervolgens. Ja. Ja. Maar weet je wat het mooie is? Hè? Daar denk ik soms nog wel eens over na. Ik zou niet eens rechten kiezen met de kennis die ik nu heb. Ik zou mezelf niet eens zo te pletter gooien om profvoetballer te worden in de wereld waar ik niet pas. Ik zou mezelf niet zo hebben laten behandeld door mijn vrienden vroeger. Ik zou de situatie met mijn ouders en mijn moeder heel anders hebben aangepakt. Mijn vader zou ik me anders ten opzichte van gedragen. Noem het op, weet je wel. Dus ik zou alles veranderen. Maar ik ben vandaag waar ik ben vandaag. En ik ben vandaag op de beste plek waar ik vandaag kan zijn. Dus zou ik toch met geen tengel aan mijn verleden komen? Dat is toch geweest? Dat is toch alleen maar fijn? Want het zijn toch gewoon stepping stones geweest om vandaag erbij te kunnen zitten zoals ik er vandaag bij zit. Dus dat is... Zonder de Jimmy van toen, geen Jimmy van nu. Nee, hell no. En dat echt tegen iedereen die struggelt en deze struggle echt aangaat. Struggle door. Kom ademen. Ja, kom een beetje liefde ontvangen. Maar pak hem. Echt, pak hem. Dat is de enige manier. Dat is toch die veerkracht? Dat is toch die veerkracht? Nee, zeker. Zeker. Ja. Nee, helemaal eens. Nee. Helemaal eens. En zorgen dat je vitaal genoeg wordt. Dat had ik, ja. Nee, maar oprecht. Nee, maar helemaal met je eens. Zeg maar, om een gewoon echt door blijven gaan. Gewoon je dag je ene voet voor je andere voet zetten. Goed zuchten. Maar echt je ene voet voor je andere voet zetten. En jezelf het gunnen om hulp te krijgen, te ontvangen. Ga naar iemand die tegen wie je opkijkt als je nog niet weet wie degene is die jou kan therapeuten. Kom ademen. We vinden altijd wel een oplossing. En anders kennen we altijd wel iemand die een oplossing voor je kan zijn. Want het is soms zo moeilijk om een goede therapeut te vinden. Maar je hebt een goede therapeut zo mega hard nodig. Want het is vervolgens weer die vijand die jou gaat vertellen dat je het allemaal zelf moet doen. Hoe verdrietig is dat? Echt, hoe verdrietig is dat? Hoe lekkerder ik in mijn vel zit, hoe meer hulp ik vraag. Ga het dan niet in mijn eentje doen. Dat is toch mega saai. Want ik mis er eigenlijk eentje. Maar ik moet het even in een vee vangen. Plezier, man. Joy. Zeg maar gewoon, als je alleen maar doet waar je plezier van krijgt. En vrijheid is natuurlijk ook gewoon een plezier geven. Maar dat is vrijheid, dat heeft een andere connotatie. Maar plezier, zeg maar,
de geanimeerdheid met waarop we dit gesprek voeren, of waarop ik soms zeg maar echt gewoon vreugde. Nou, yes, yes. Ik zat even te denken. Lekker. Goed zo. Goed, ja, 6V's, man. Lekker. En 6V's een motor, toch? Nieuw model, ja, klopt, ja. Ja. Voeg hem toe, alsjeblieft. Vreugde. Doe het. Vriendschap. Nou. Verbinding. Vriendschap vind ik verbinding. Ja, die mag. Ja, die mag daar blijven. Maar. Ja, vreugde. Ja. Oké, we hebben een nieuw model. Hij moet echt. Ja, ik voel hem. Goed zo. JimmyJansen.com. JimmyJansen.com. Daar lees je, heb ik vandaag geleerd, allemaal leuke teksten. Ja. Ja, wat ik zei, het was echt een feestje om jouw tekst op de website te lezen. En dat klein stukje. En daar kan ik jou alleen bij helpen als ik het zelf leef. Dus doe dat. Doe ik dat dan maar. En ondertussen blijf ik dromen van theatershows en adembenemende concerten. Omdat ze passen bij de missie. Omdat de aard van het beestje ook een hele leuke aard is. Lekker. Ja. Heel goed. Ja. Nice. Dat. 29 maart. 29 maart. In de Pijp. Ja, in de Oranjekerk. Inschrijven kan via JimmyJansen.com. Ja, gewoon een ticketje kopen op een gegeven moment. Ik denk dat die... Ja, als mensen dit horen, is het live. En misschien al uitverkocht. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Met mijn weinig marketingcapaciteit is de eerste ook uitverkocht. Ik weet het niet. Kom je? Dat is natuurlijk de vraag. Ik kom. Ja. Samen met Tessel. Ja! Ja. Is dat goed? Natuurlijk. Ja, nee, ik kom samen met Tessel. Man, natuurlijk. Ja. En dit moet je ook echt met Tessel beleven. Ja. Ja. Want jij, verloofd, hè? Want jij trouwt ook mensen, toch, of niet? Ja. Heb je zomer 2024 nog een gaatje ergens? Of... Nee, als het een uitnodiging is, dan zeg ik bij deze ja. Ja. Ja, ik wil wel eerst nog Tessel ontmoeten om te kijken of ik je zin in heb. Ik hoorde net binnenkomen. Dat is mooi, dan kunnen we daarop op over. Ik vind het heel... Ik ga hier in de zomer van 2024, als we hier serieus over zijn, ga ik hier een gaatje van maken. Absoluut. Zullen we dan nu Tessel... Even erbij halen. Dan moet je wel nog straks je luisteraars vertellen of het is gelukt of niet. Ja. Nee, of misschien moeten we daar dan weer een podcast over opnemen. Liefdeskracht noemen we die. Liefdeskracht. Met vreugde. Ja, gaat hem toevoegen, hè? Ik ga hem toevoegen. Vet. Ik heb hem genoteerd. Vet. Ja. Ik vond het leuk, Jimmy. Ik ook. Thanks. 29 maart. Kom dat zien. JimmyJansen.com. En anders een ander moment. Anders een ander moment. Voel wat je voelt. Doe wat je doet. Leuk als je komt. Lieverd, ik hou van je. Lieverd, ik hou van je. Thanks.